Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op Kanaal Floris en vandaag hebben we aflevering 27 van Pro vs Pro op Clash Royale. Het is natuurlijk het nieuwe seizoen met dus bans, wat super vet is. En dan kunnen andere mensen van het eerste seizoen dus weer terugkeren voor een tweede keer en voor een tweede kans. En dat gebeurt ook in deze video. Vind je trouwens Pro vs Pro nog steeds leuk? Laat dan zeker een like achter. En de uitdager van Roddy, wacht eventjes nog, wacht Roddy, wacht. De uitdager van Roddy in deze video is Timo. En die heeft meegedaan in volgens mij aflevering 2. Dus dat is al heel lang geleden. En toen verloor hij van Milan, als ik het goed heb. Maar in ieder geval, DC Timo gaat dus Roddy uitdagen. En Timo die is best wel lang al een professionele speler, een pro op Clash Royale. Hij was heel lang ook de captain van Dutch Corps Esports. Helaas is dat gestopt. Erg jammer natuurlijk. Maar hij heeft heel veel toernooien meegedaan. Hij heeft ook, is er 2 keer op het kanaal gekomen van Clash with Ash ook. Dat is een YouTuber, Clash Royale YouTuber. Een Engelse Clash Royale YouTuber. Of een Amerikaanse Clash Royale YouTuber eigenlijk. Maar in ieder geval, ja, deze Timo is dus een hele goede pro-speler. Je ziet hem misschien niet aan zijn cups, maar je gaat het wel zien aan de gameplay. En ik ben zo bij jullie terug bij het allereerste potje, Roddy tegen Timo. Het allereerste potje is gestart en Roddy heeft de Sparky geband. Dus we gaan geen Sparky zien in deze Pro vs Pro. En Timo heeft de Skeleton Barrel geband. Dus we gaan ook geen Skeleton Barrel zien in deze Pro tegen Pro. En de reden waarschijnlijk dat Roddy Sparky bent is dat Roddy wel houdt van goedkopere dekkies. En dat is natuurlijk niet zo chill om dan tegen Sparky te komen. En de reden dat Timo, denk ik, Skeleton Barrel bent is omdat Roddy daar best wel wat mee gespeeld had tegen Sjoerd. Waar hij natuurlijk, ja, gewonnen van heeft van Sjoerd. Dus dat was wel heel erg ziek. En daarom heeft, denk ik, dus Timo de Skeleton Barrel geband. Maar wij gaan even kijken, jongens, naar de gameplay. Ik ben heel erg benieuwd. Timo speelt, denk ik, met een Graveyard dekkie. En Roddy speelt met Royal Hawks, een Giant Skeleton. Ik wou het eigenlijk al van tevoren zeggen. Timo speelt best wel veel met Giant Skeleton. Als hij een beetje goed ligt in de meta, of als hij een beetje oké is, speelt Timo er al mee. Het is inderdaad dus een Graveyard. En Roddy zegt oeps, want het was denk ik niet de bedoeling om die Royal Hawks te droppen daar. Dat was denk ik niet helemaal de bedoeling. En Timo doet heel wat damage op de toren van Roddy, maar de Royal Hawks doen ook wel een beetje damage terug, dat het nog redelijk gelijk staat. Roddy speelt met de Skeleton Barrel, sorry. De Goblin Hut, dat is dus best wel een goede kaart nu in deze meta, de Goblin Hut. Ik heb er ook over nagedacht om zelf de Goblin Hut te gaan uppen, maar ik heb nu een ander deck waar ik mee speel op online. En Timo speelt dus met een Giant Skeleton Graveyard deck. Ik ben heel benieuwd. Ice Wizard zit er ook in. Wat zullen de rest van de kaart van Roddy zijn? Zal Roddy met 3 musketeers spelen? Ik denk, als ik eerlijk zeg, denk ik niet dat Roddy daarmee speelt. Want ja, ten eerste vind ik zelf 3 musketeers niet zo chill. En ik heb Roddy echt bijna nooit met 3 musketeers zien spelen. Dus ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk dat er 3 andere kaarten zijn in het deck van Roddy. Ik ben heel benieuwd wat Roddy nu tegen de Graveyard gaat doen. Oh nee, er komt helemaal geen Graveyard van Timo. Er komt alleen een Giant Skeleton en Babydraak push. Daar komt de Goblin Cage van Timo. Houdt die piggies tegen, maar die piggies gaan natuurlijk wel wat damage doen. Dus komt ook nog eens een Dark Prince van Timo. En Roddy trekt het weer bijna gelijk. Trekt de stand weer bijna gelijk, maar er komt nu wel een counterpush aan van Timo. Daar is de Graveyard. Heeft Roddy poison? Roddy heeft geen poison. Dropte de hele mooie Ice Golem om zowel die... Oh, een freeze! Het is Graveyard freeze van Timo. En Roddy is daar verplicht een Earthquake te droppen op defense. Want anders was dit toren weg. En dat was een hele erge verrassende freeze. Voor mij in ieder geval. Van Timo. Ik had het totaal niet zien aankomen. En ik denk dat Roddy dat ook niet zag aankomen. En dit wordt heel lastig voor Roddy om te verdedigen. Het zijn wel 3 musketeers. Dat is in enige kant is dat misschien nog wel een beetje chill. Omdat 3 musketeers. Ja, daar heeft u Timo niet heel veel tegen eigenlijk, 3 musketeers. Hij heeft geen grote spels. Dus dat is wel chill. Als Roddy nu kan splitpushen, daar gaat hij. 2 pikjes links, 2 pikjes rechts. Gaat Roddy nog terugkomen? Of gaat Timo het straks eindigen met 1 Graveyard freeze push? Heel veel split lane pressure. En er komt er een Giant Skeleton via de rechterkant. Maar dat betekent wel dat de musketeer aan de linkerkant flink kan gaan chippen. En op een of andere manier heeft Roddy de voorsprong weer terug. En ze staan gelijk in elixir. Wel een Giant Skeleton die Roddy nog moet tegenhouden. Dat hoeft hij nu niet te doen. Hij komt nu met 3 musketeers. En komt er nu weer waarschijnlijk een freeze aan van Timo. 3-2000 freeze. Maar Roddy heeft ook nog eens archers. Dus dit is denk ik wel genoeg op de stop. In een of andere manier zijn die 3 musketeers zijn opeens weg. Ik weet niet hoe dat komt. Maar er komt een Earthquake en een log. En het eerste potje is nog niet binnen. Huh? Het eerste potje is nog niet binnen voor Roddy. Dus Roddy stresst daarom denk ik een beetje. En Timo dacht ook al, die zei al good game, die zei al GG. Maar dit is nog niet GG. Roddy moet zo snel mogelijk cyclen naar nog een Earthquake. Maar daar is de volgende Earthquake. Het eerste potje is gewonnen door Roddy. En we zijn zo weer terug bij potje nummer 2. Potje nummer 2 is gestart. Nu hebben we Timo aan de onderkant en Roddy aan de bovenkant. Het was een heel erg close potje met een verrassende freeze dus van Timo. Maar het mocht helaas voor Timo niet baten. En het staat nu 1-0 voor Roddy. Roddy gooit zijn miner en Timo zet de Ice Golem op de safe spot van de miner. Waardoor Roddy dus weinig tot misschien wel helemaal geen damage gaat doen. Roddy speelt weer met een Goblin Hut, maar dit keer met een miner. Dus dat is sowieso een ander deck als net. En Timo speelt ook een ander deck. Hij speelt Heal Spirit, Ice Golem en Musketier. Ik ben heel benieuwd welke dekkies deze twee gasten spelen. En daar komt de Lumberjack. En Timo speelt met een ballondekkie. En daar heeft Roddy de Barbaren. Dat is een goede counter voor die Lumberjack. En voor die... Oei, maar die gaat hitten. En voor die Musketier. Maar die ballon die hit... Net niet. Bijna een eerste hit van Timo met de ballonpush. En Roddy gaat in de aanval met een miner in de back. Heeft Timo Nedo? Heeft Timo Nedo? Nee, heeft geen Nedo. Anders had hij die wel gebruikt. Bats op de miner. En dit is best wel weinig damage van Roddy. Prima verdedigd van Timo. Daar komt nog even de Heal Spirit om die... Mega Minion ook te stoppen. En het staat nu ongeveer gelijk. Roddy speelt dus met zijn Lavon-dekje. Want dit dekker ken ik nog van de vorige Pro vs Pro video. En Timo heeft een beetje een probleem tegen een Lavon-dekje. Dat kan ik wel zo zeggen. Want hij heeft letterlijk alleen bats en een musketier. Ik weet niet wat de laatste kaart is. Maar ik denk een miner. Ik denk wel een miner. Of een snowball. Maar ik denk een miner. Dus daar heeft hij ook heel weinig aan. Ja, snowball heeft hij wel wat aan tegen Lavond. Maar miner heeft natuurlijk heel weinig aan tegen een Lavond. Dus wat Timo nu moet doen is sowieso een single elixir. Maar dat is al wel bijna voorbij. Maar hij moet sowieso die druk hoog houden. Hij moet ervoor zorgen dat Roddy niet een rustig Lavond pushje kan opbouwen. Daar komen de bats. Daar heeft Roddy niks te... Oh, hij heeft arrows. Oké, Roddy heeft arrows. Oei, dit wordt heel pittig voor Timo. Dit wordt heel pittig voor Timo om dit te gaan winnen. Machine, niet op de toren. Die Heal Spirit, die killt. Oh ja, wel op de toren. Doet 3D2 hits. Dat is best wel flinke damage. Mega Man ook via links. En Timo staat best wel achter. En er staat ook één elixir achter. En daar komt dus de Lavond van Roddy in de back. Timo besluit via de linkerkant te gaan met een musketier. Ik weet niet wat precies daar de reden achter is. Waarschijnlijk wil hij tower gaan traden. Ik denk dat dat zijn plan is. Ik denk dat zijn plan is om te gaan tower traden. In ieder geval, daar komt de Lumberjack. Als die doodgaat, is dat natuurlijk goed nieuws voor Timo. Want daar komt de ballon. Gaat hij een hitje pakken? Hij pakt een hitje. En die Lavond is natuurlijk nu niet heel goed gesupport. Dus dat was heel sterk gedaan van Roddy. Maar Roddy besluit om te split lane pressuren. En daar komt de Heal Spirit. De musketier zit helaas niet op de fly machine. Dat had, en dit is wel een snowball inderdaad. Helaas niet op de fly machine. Dat had waarschijnlijk Timo wel heel erg gehoopt. Die bats gaan best wel snel neer. Daar een Heal Spirit. Maar die Heal Spirit gaat niet heel veel healen. En daar heb je nu split lane pressure. Maar Timo heeft nog wel een kans om dit te gaan winnen. Als je heel snel die babydraak stopt. Maar die babydraak die gaat door. 4,85, 3,52... 2,19. Miner op de toren. En dan moet alleen Roddy nog arrows droppen. Die gaat hij nu droppen. En ik moet wel eerlijk zeggen, dit was wel een hele moeilijke matchup voor Timo. Maar heel goed gespeeld dus ook voor Roddy. Het staat nu 2-0 voor Roddy. En we gaan wel door, maar misschien het laatste potje. Maar misschien gaat Timo ook die comeback maken. Ik ben zo weer terug bij potje nummer 3. Ik ben bij potje nummer 3. En gaat Timo de comeback maken? Of gaat Roddy het afmaken en wordt het 3-0? We gaan het allemaal zien in dit derde potje. Roddy weer aan de onderkant, Timo aan de bovenkant. Timo speelt weer met de Heal Spirit. Zal die het deck niet geswitcht hebben? We zullen het zien. Een Nedo voor Timo. Dat is een heel gunstige Nedo. Want dat betekent dat hij natuurlijk altijd die Hawkwider lekker kan gaan pakken. Dus dat is heel chill voor Timo. Dat hij de Nedo heeft. En dat... Oh nee, Timo. Je weet hoe erg ik dit deck haat. Ik haat dit deck zo erg. Maar ja, we gaan even kijken hoe dit allemaal gaat verlopen. Timo speelt met Elixir Golem Battle Healer. Echt een van de betere dekjes op dit moment. En Roddy speelt weer met een ander dekje als de vorige twee potjes. Hij speelt met... Hij is echt heel erg in de problemen waarschijnlijk. Hij zit... Oeh, mooie rocket! Hè? Zieke rocket daar van Roddy. Dat is wel heel gunstig voor Roddy dat hij een rocket heeft. Dat gaat er wel heel veel tegen doen. En Roddy speelt met dit dekje. En dit dekje heeft hij ook wel eens gespeeld. Volgens mij in de video tegen Sjoerd. En de Nedo gaat weer de Hawkwider lokken. Maar wel een flinke damage van die mini-packen aan de rechterkant. En Timo zit in de problemen. Maar voordat we denken dat Timo nu sowieso dit potje gaat verliezen. Timo speelt wel met de dubbele draak healer Elixir Golem dekje. En dat is een dekje, dat kan je 3 crowden voordat je door hebt. Voordat je door hebt, kan dat dekje je 3 crowden. Dus we moeten sowieso Timo niet af gaan schrijven in dit potje. Een mini P.K. blok van Roddy. Heel goed gedaan. Maar daar gaat sowieso wel de mini-pack, of de mini-packer, de prinses dood. Daar een Nightwitch ook nog eens voor Timo. Hij heeft heel veel kaarten om achter een Elixir Golem te zetten. Gaat hij Elixir Golem voor de Nightwitch op? Nee, hij heeft niet het Elixir voor. En Roddy zet dus de druk hoog. En dat is ook wat Roddy moet doen. Hij moet die druk hoog blijven zetten, zodat Timo niet een monster push kan gaan opbouwen. Maar ik denk dat Timo nu bijna dubbel Elixir is. Dat hij nu gewoon een push gaat opbouwen en dat hij de andere kant dan laat gaan. Ik denk dat Timo dat gaat doen. Dat hij nu voor de 3 kan gaan. Dus ik denk dat nu Roddy via rechts gaat en dat Timo dat gaat laten gaan. Kijken of ik gelijk heb. We gaan in ieder geval komen met de Icebird via rechts. En nee, ik heb soort van gelijk. Nee, ik heb helemaal niet gelijk. Daar komt in ieder geval wel de push. We gaan zien. Gaat Timo het laten gaan of gaat hij het nedoen? Gaat hij het nedoen? Hij laat het gaan. Dus dat had ik eigenlijk wel gelijk. Maar het duurde alleen eventjes. Daar een rocket. Een hele zieke rocket. Kilt gelijk de Elixir Golem, maar niet de Battle Healer. En dat is zo sterk aan de Battle Healer, dat hij niet eens doodgaat van een rocket. Maar er gaat nu weinig gebeuren. De Nedo, want Timo wil zo snel mogelijk even die prinses pakken. Maar Timo zegt al good game. En Roddy zegt ook gelijk al good game. We gaan even zien of hij gelijk heeft. In ieder geval heeft Timo nu niet echt iets heel chills tegen die Hawkrider. En er wordt nu flinke druk gezet van Roddy. En Roddy had wel geluk met die rocket. Dat moet ik hem wel geven. Rocket is heel erg handig in dit dekje. En Roddy heeft sowieso mega goed gespeeld. Maar hij heeft ook heel goed de dekjes uitgekozen. En ja, hij heeft gewoon Timo 3-0 weten te pakken. En Timo, voor de mensen dat gaan denken, is echt geen slechte speler, jongens. Hij heeft echt mega veel competitive ervaring. Maar Roddy is op dit moment gewoon wat sterker. En Roddy heeft echt... Die heeft Sjoerd nu gepakt, waarvan ik dacht echt Sjoerd is echt een van de betere op dit moment in deze meta. En heeft nu ook Timo gepakt. Ik zal Roddy's profiel nog even laten zien. Superblank trouwens, hij speelt hetzelfde dekje als ik. Nou, dan gaan we even daarmee spelen. Ik zit trouwens best wel hoog nu. Oeh, hij moet niet lekker. Wacht eventjes hoor. Even kijken. Superblank trouwens, Timo en Roddy voor het meedoen. En ik ga nog even 2 potjes spelen, zodat jullie niet aan de lengte van de video kunnen zien wat het geworden is. Ik ben begonnen op online. Maar ik moet wel even concentreren. Want dit zag ik niet helemaal aankomen. Dat ik zoveel potjes moest gaan spelen. En sowieso dat ik een potje moest gaan spelen. Dus ik moet wel eventjes gaan kijken hoe ik dit ga doen. Want ik was niet helemaal ready hiervoor. Want ik zit best wel hoog namelijk op dit moment. Ik zal het zo ook even laten zien na dit potje. Even kijken. Wat gaan we doen? We loggen gewoon even die Goblin Hut. Dan killen we die goblins die daaruit komen. En ik heb niet echt zin om iets anders nu te doen. Dan komt hij met beds. Dan kom ik met mijn knight. Gewoon even rustig. Gewoon even chill. Ik heb wel even niet rare dingen gaan doen. Ik heb wel mijn poison eruit. Oké, nu wil ik wel rare dingen gaan doen. Ik wil namelijk even gaan druk gaan zetten. Ik heb een gevoel dat hij geen Nedo heeft. Dat gaan we nu ook achterkomen. Heeft hij een Nedo? Hij heeft wel een log, maar geen Nedo inderdaad. Doen we dit. Oké. Oeh, daar heb ik heel veel geluk. En waarom drop ik mijn speerkebolden letterlijk bij de range van de firecracker? Maar daar heb ik heel veel geluk dat die mini-packer niet 1 hit deed op die bomtoren. Anders stond ik nu flink achter. Gelukkig deed die mini-packer dat niet en leef ik soort van nog. Hij heeft een log in ieder geval. We kunnen op zich zijn... Goblin Hut blijven poisonen. Hij heeft namelijk geen graveyard of zo. Dus dan is dat niet heel slecht om te doen. En we kunnen ook op zich hem gaan loggen daarna. Dat is dan min 1 elixir. Maar dan pak ik wel... Ah, slechte log. Dan pak ik wel wat damage. Even kijken. We moeten sowieso die druk ook hoog gaan houden. Drop ik even bats hier zo. Want hij heeft een log. Ja, dan komt hij met dit. Oké. En dan komen wij met een knight. En dan komen we nu met speerkebolden hoog. Dan gaan wij de druk hoog zetten na dit. Want we gaan nu eventjes wachten. Ja. Dan komen wij nu met deze miner. Zo, let's go. Dan logt hij dat. Oh nee, dat heb ik nu net niet. Mijn miner. Ik ga toch mijn miner nog droppen. Ik ga heel laat mijn miner nog droppen. Die gaat gewoon nog een beetje mee bemoeien. Let's go. We doen damage, jongens. Het was misschien een overcommit van hem dat hij die earthquake gebruikte. Zal ik hier een log... Ja, ik ga dit toch loggen. Anders doet dit volgens mij best wel wat damage. Ik weet het nooit zo goed met guards. Ja, gelijk dit erop. En gelijk... dit erop. Zo. Dan drop ik gelijk een skeleton barrel. Zodat we die druk hoog blijven houden. En dan drop ik mijn miner in de back. En dan ga ik gewoon een beetje chippen met mijn miner. Want ik weet zeker dat hij met zijn log komt. Daar is zijn log. Oh! Mooie log daar. Poison ik dit eventjes. Dan hoef ik voor de rest denk ik niks te doen tegen... Oh nee. Ik ga die miner liggen, jongens. Ik ben een beetje bang. Ik ga het loggen. Oh, die mini-pack ook gehit, jongens. Die mini-pack heeft flink gehit. Oei, ik ben een beetje bang aan het worden nu, op dit moment. Ik ga even de skeleton barrel gooien. En dan drop ik... Wacht, ik heel even kijken of hij iets komt. Oké, hij komt niet met zijn Royal Giant. Dus dan kan ik met mijn miner komen. Hij heeft weer het goed gegokt. Ik drop twee hier, daar, zo een paar. Dan doe ik dit en dan doe ik dit en dan doe ik dit. Gelijk, bets ook erbij. En dan ben ik nu bijna lul, want ik heb op een of andere manier niet gezien dat daar een mini-pekka aankomt. Oh nee, Floris, je verpest het. Ga ik dit winnen? Oké, even rustig. Chill. Oké, wachten. Wat gebeurt hier? Nee, Firecracker, nee. Dit doen we niet. We gaan niet zoveel chippen. Hoge deze. Ik ga nu even de druk zetten. Ik moet de druk blijven zetten, jongens. Oh nee, dit gaat helemaal mis. Dit ga ik helemaal laten gaan. Doe ik even de bets hier zo. Dan drop ik hier een log. Ja, dan komt hij nu met dit. Dan ga ik even kijken of ik heen of andere manier... Nee, ik drop ook... Oh, ik ben nu een beetje aan het kloten. Jammer, dit heb ik verloren, denk ik. We leven nog. En hij tript hem volledig, mijn iPad. Ja, nee, we verloren. Damn it! Ah, ik had heel misschien dit nog kunnen winnen, maar nu zitten we eruit. Ik ben zo weer terug bij het volgende potje. Ja, dat was balen, want ik had hem oprecht misschien nog wel kunnen winnen als ik die druk hoog zette. Ik speelde niet perfect, dus ik vind het niet heel erg. Als ik echt flink voor stond, was dit natuurlijk mega vervelend, maar dat was ook weer niet het geval. Maar erg jammer van de wifi daar, erg jammer. Oké, we gaan gewoon even naar het laatste potje. Hey, is dit de clan FC Barcelona? Hopelijk winnen we deze wel en hopelijk komt nu de wifi niet weer om de hoek kijken. En opeens word ik daardoor gepakt. Wat doet deze vent? Waarom begint hij met een... Pekka. Ik heb zo'n gevoel dat hij niet een Nedo heeft. Dus ik kom... Ah, babydraak. Misschien heeft hij wel een Nedo. Misschien is die mine ook te ver gedropt. Ja, die mine is te ver gedropt waardoor die... Ah, dit is zo... Ik had hier zoveel meer damage kunnen pakken, hè, jongens. Ik had hier zoveel meer damage kunnen pakken als ik die... die miner beter dropte daar. Ja, ik dacht al... Ik had al zo'n gevoel dat hij zou komen met iets op mijn... Op die Pekka, dus daardoor... Of op die bed, sorry. Dus daardoor dropte ik die spiegelbollen niet op mijn... op die babydraak, maar op de Pekka. Maar daar hebben we alsnog wel een beetje pijnlijk veel damage genomen. Dus ik ga even de druk hoog zetten. Ik heb weer zo'n gevoel dat hij met zijn Pekka komt. Dus daarom drop ik nu mijn miner hier weer achterin. Omdat ik denk dat hij met zijn Pekka komt. En anders gooit hij de Pekka op zijn hoek, op de hoek. Oké, doet hij niet. Hoge bets om dit aan te pakken. Hebben we Knight voor zijn... Oké, dit kunnen we gewoon loggen. Prima. Ik had er niet eens hoeven loggen, maar anders zal ik straks op 10 liksen. Druk hoog zetten. Daar is zijn Pekka. Boom. Gelijk door. Waarom doe ik dit? Dan hoop ik dat hij zijn babydraak voor zijn Pekka dropt. Zodat hij die niet achter zijn Pekka dropt. Zodat hij... Dat doet hij niet. Oké, laat de toren gaan. Oké, dan vind ik het op zich niet heel erg. Dan kan ik in principe... ook deze toren laten gaan. Maar ik ga toch even kijken of ik het op een of andere wonderbaarlijke manier kan verdedigen. Droppen wij de Knight in het hoekje hier zo, ongeveer hier. Dat hopelijk die babydraak... Oh, hij heeft een dat. Dat had ik niet verwacht. Even kijken. Oh. Nee, deze toren is weg. Ik had heel veel kunnen... Oh, chill. Dat hij die barbaren barrel daar even dropt. Dat is heel lekker. Want toen heeft hij niks tegen mijn skeleton barrel. Dus ik wacht eventjes. Boom. Kom ik er daar nu mee? Dan drop ik de miner daar. Ik weet dat hij dan niet... damage pak, maar hij gaat waarschijnlijk zijn Pekka gooien op mijn miner. En dan loopt die Pekka naar achteren. Oeh, hij dropt de Electrowizer, maar hij dropt hem echt volledig verkeerd. Waardoor we heel veel damage pakken. Oké, we moeten nu... Dit kunnen we winnen. Als we nu de druk hoog zetten. Kunnen we dit winnen. Boom. En boom. Het is heel hoge druk. Ik weet het. Maar... Ah, bets. Ik geef hem wel bets value. Ik weet het, maar we kunnen het alles niet winnen. Als ik hem nu helemaal... veel... Ah, kijk. Nu laat ik hem toch opbouwen. Dat moet ik hem niet laten doen. Ik ga dit poisonen. Hij heeft nu geen bets meer voor dit. Dat is super chill. Dan droppen wij de Knight hier zo. Let's go. Dan droppen we dit hier. Dan heeft hij nu wel weer bets. Snowball. Dan loggen we dit. Prima. En dan heeft hij zijn snowball nu gebruikt. Gaan we nu met de Barbarian Barrel komen. Let's go. Dan drop ik mijn miner wel nu op dit hoekje. Dan twijfel ik dit. Nee, dat ga ik zeker niet poisonen. Nu zeker wel. Dan wacht ik eventjes. Totdat die babydraak op de toren zit. Let's go. Dan drop ik de Knight hier zo. Om dit te stoppen. Dan log ik dit weg. Oké. Dit wordt heel close. Oké. Ja, ik ga op defense. Ik denk dat dat het plan is. Wat was zijn grote spel ook alweer? Ik weet het even niet meer. Eventjes kijken. Doen we sowieso bets. Hier omheen doen we dit. Oh, het was een lightning. Niet op tijd. Log. Miner. dit. Bomtoren. Oké. Hij moet nog een leiding droppen. Maar dan gaat het potje denk ik weer verliezen. En hij weet het al. Dat smeren mannetje weet het natuurlijk al. Die weet het al dat de leiding genoeg is. Nou, 2 potjes verloren. 2 potjes die ik ook zeker had kunnen winnen. De wifi die hielp niet echt mee, maar dat boeit niet echt heel veel, denk ik. Want het gaat natuurlijk veel meer om die vorige potjes. 3-0 de scholen van Roddy. Bedankt nogmaals voor het meedoen, Timo en Roddy. Ik hoop dat jullie het leuk video hebben kijken. Zie je volgende video en tot dan, mensen.